Het klinkt eigenlijk meer als een soort maatschappelijk werker of zo dan een dominee. Ja, dat zeggen ze vaker. Hallo, hallo. Jij hebt nog foto's. Ja. En dit zijn foto's van de sloop van de straat. Zo kennen wij elkaar, ja, precies, hè? Ja, precies. Toen is onze samenwerking rondom de straat begonnen. Ja. Van 1978 tot 2012 is Herman dominee geweest in Middelland. Hij is in die periode van onschatbare waarde geweest voor de wijk. Samen met bewoners heeft Herman zich bijvoorbeeld ingezet voor het behoud van woningen in de Vommerijnstraat. Ja, ik denk dat je ook wel een gespreksleider bent geweest, ja. En met de buurtgenoten en de wethouder. Wat Herman voor ons in de straat betekend heeft en voor mij betekend heeft, is dat hij een heel groot sociaal hart heeft op heel veel lagen. Herman en de andere actievoerders hebben het voor elkaar gekregen dat iedereen betaalbaar kon blijven wonen. Ik ben toch altijd wel weer trots als ik het zie, zeg maar. Mensen waren in dit gebied, hadden de moed ook wel een beetje opgegeven, want hen was beloofd. Dat de stadsvernieuwing zou komen, maar die kwam maar niet. Zijn wij vanuit Wijkpastoraat hebben we gekeken een tijd lang van waar kunnen we nou het beste aansluiting zoeken. Zo ontstaan contacten en zo ontstaan ook, ook wel strijdtonelen van, hè, van wat je net hoorde over die huizen. Salam alaikum. Salam alaikum. Goedendag. Al lang tijd niet. Ja, dat zeggen we altijd, hè? Iedere keer weer. Ook een leerpunt, die heb ik van jou geleerd, om dat te combineren tussen ima en eigenlijk maatschappelijk betrokken zijn. Ja, dat is dus eigenlijk, jij bent eigenlijk als een priester of een dominee, dominee die daar eigenlijk daar actief in kerk, maar eigenlijk tegelijkertijd ook in de maatschappij. Shakir wilde in de jaren 90 Nederlands leren en Herman heeft hem hierbij geholpen. Er ontstond een hechte band tussen de twee. Daar was in die periode geen inburgeringscursussen. Of iemand die gaat jou goed ontvangen om de weg eigenlijk te verwijzen waar moet je gaan. En eigenlijk in overleg met Herman heb ik een overstap gedaan om naar HBO te gaan. Ja. Want eigenlijk, ik droomde om socioloog te worden. Ik wil graag eigenlijk sociologie gaan studeren. Ik zie Herman niet eigenlijk als een kennis, ik zie hem eigenlijk als een familielid nu. Want eigenlijk nu, we hebben 30 jaar nu als een goede contacten met elkaar. In het wijkgebouw, hebben jullie nog daar een bijeenkomst? Ja, heb ik toen tegen ze gezegd van ik vind het zo jammer. Je kunt wel een fototentoonstelling over de wijk houden. Maar wie vertelt de verhalen van bij die foto's? Po Tsame, dat was Twane, dat was een Zuid-Afrikaan. En die heeft u geholpen met... Nou ja, met hoe dat met discriminatie ging, met hoe, om dat beter in beeld te brengen. Ja, er was een hele dynamiek rond verslaving, er was heel veel gedoe. Dus toen heb ik een poging gevraagd, kom eens kijken, wat is hier aan de hand? En toen hebben we een project opgericht, Kerk en Racisme, om een methodiek van antiracisme te ontwikkelen in de buurt. Zo is hij hier gekomen. En waar bent u nou het meest trots op? Nou, wat je net hoort, van wat dat mensen zeggen van... we hebben een goede kwaliteit van leven met elkaar. Het was moeilijk. We zaten in de klerenzooi. Maar we hebben elkaar weten vast te houden. We hebben ook resultaten bereikt. En we hebben ook gemerkt dat we met elkaar toch het leven een stukje beter hebben gemaakt. Een stukje mooier hebben gemaakt. Herman heeft de eerste stenen gelegd waar wij nou op wandelen. Weet je, petje af. Voor jou en je collega, mijn po is er niet meer, maar in de spirit is die zeker hier met ons. Zeker. Ja.